Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Veel wolken vanuit Duitsland vanmiddag trokken over het land. Dat waren allemaal kleine sneeuwbuitjes. Lokaal viel er zelfs een sneeuwdek. En vanmorgen vroeg in Limburg zelfs op sommige plekken 5 centimeter sneeuw. Ook op de Wadden vielen vandaag veel sneeuwbuitjes. Daar, daar hadden ze profijt van de Duitse bocht en de Noordzee. En daar is het lokaal ook flink wit geworden. De buitjes elders boven het land hebben allemaal te danken aan de Oostzee, waardoor eh, vochtige lucht vanaf de Oostzee uiteindelijk ook ons land wist te bereiken. Die stapelwolkjes die in die vochtige lucht ontstonden, die sneeuwden direct uit. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied boven Scandinavië. Daarmee hebben we een noordoostelijke aanvoer en daardoor stroomt de lucht over de Oostzee verder richting het zuidwesten en komt dan uiteindelijk bij ons land aan. Die lucht is net wat vochtiger. En wanneer de lucht iets opwarmt door de zon overdag, ontstaan er in die uh, relatief vochtige lucht een aantal buien. En die buien gaan in de koude luchtmassa natuurlijk uiteraard vallen als sneeuwbuien. De meeste buien dus eigenlijk op de Wadden en langs uh, en over de Noordzee in Engeland. Want daar heb je genoeg vocht van de Noordzee. Uiteindelijk vallen die buien daar allemaal als sneeuwbuien. En met name in Engeland zijn er op sommige plekken toch wel behoorlijk hoeveelheden sneeuw gevallen. Dat patroon blijft zich herhalen tot en met woensdag. Uiteindelijk wordt het dan geleidelijk droog. Maar dan zien we vanaf donderdag en met name de vrijdag. geleidelijk vanuit het zu zuiden een nieuwe storing naderen. En dat, betekent de, het gevaar, dat, betekent, dat is de aankondiging van het gevecht tussen de zachte en de koude lucht boven ons land. Eerst even terug naar vanavond. Vanavond is het wisselend bewolkt. met temperaturen overal ruim onder het vriespunt. En in het noordwestelijke kustgebied en op de Wadden nog altijd die enkele sneeuwbuien. Daarbij waait het meest matig uit noordwestelijke, of noordoostelijke richting. windkracht 3 of 4. Vannacht koelt het dan nog een stuk verder af. Er zijn er ook brede opklaringen. De tijdkweek daalt naar min 5 tot lokaal. Misschien min 9 graden op de koudste plaatsen. De, koudste, de laagste temperaturen worden uiteindelijk gemeten op de windluwe plaatsen. Op de plaatsen waar de wind flink blijft doorstaan, dus windkracht 2 of 3, koelt het niet heel veel verder af dan min 7 of min 8 graden. Morgen min of meer een herhaling van vandaag. Het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden en in het oosten. Een enkele sneeuwbui, elders blijft het veelal droog met temperaturen beneden in het vriespunt. De hoogste temperaturen in het zuidwesten van het land, daar temperaturen rond of misschien iets boven het vriespunt. Daarbij minder wind dan vandaag, meest matig uit het noordoosten windkracht 3. De komende dagen, dan zien we dat het weer geleidelijk aan wat gaat veranderen. Woensdag verre de koudste dag van de week, ook een stevige oostenwind. windkracht 4 of 5 uit het oosten, met daarbij overdag temperaturen van min 2 tot min 4 graden als maximumtemperatuur. En daarbij voelt het toch wel ijzig koud aan. Donderdag nog meer wind, dan ook op veel plaatsen vorst overdag, wel weliswaar wat meer bewolking. Dus een plekje uit de wind en in de zon is dan ook wat moeilijker te vinden. Vrijdag dan gaat de temperatuur weer wat oplopen, komen we weer boven het vriespunt uit en neemt vanuit het zuiden ook de kans op winterse neerslag toe. Uiteindelijk neemt als eerste de bewolking toe en het is eventjes afwachten tot in hoeverre de winterse neerslag ons land weet te bereiken. Dan in de middag 0 tot 2 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.